Yo mensen, en tof dat ik eigenlijk deze gloednieuwe Junior aflevering. Vandaag zijn we er weer, vandaag gaan we ook weer lekker door. Met de Junior. Hij is weer aan het opstarten. Ik vind dat ook wel gewoon grappig om te laten zien. Want dan zien jullie ook dat we echt vanaf het begin beginnen. En niet een stuk knippen of zo als we halverwege zijn. We waren natuurlijk bij Madrid geëindigd bij de Champions League wedstrijd tegen Manchester City. Ik weet niet welke ronde het is. Maar we zitten erin, we gaan door, we gaan kijken of we een cutscene krijgen. Zo niet, dan gaan we gewoon lekker. Zo niet, dan gaan we lekker verder als we geen cutscene krijgen. Tot nu toe zitten we nog in het laadscherm. En we krijgen... geen cutscene, dus ik zie jullie weer na de wedstrijd. Krijgen we een cutscene? Especially when you're all over the media like you are. I bet. See you back out there then? Yeah. Just finish strong. But not too strong. No promises, yeah? Oké, dat was de cutscene met Kevin De Bruyne die ik eigenlijk niet had verwacht in de rust van deze wedstrijd. Ik had hem eigenlijk niet verwacht in deze rust van deze wedstrijd. Daarom hebben jullie hem ook maar half gezien. Maar er komen nog vast beeld toffe cutscenes. En zoals je ziet staan wij 2-1 voor. Twee assisten van Alex Hanta. Zo'n mooie vingertje. Maar ik ga nu dus verder spelen. En dan zie ik jullie weer als de wedstrijd daadwerkelijk is afgelopen. En dit keer ga ik wel opletten als er een cutscene komt en het ding gelijk klaarzetten. Yeah. Maar deze had ik echt niet verwacht dat deze in de rust zou komen. We hebben met 2-1 gewonnen van Real Madrid. Daar ben ik ontzettend blij mee, grappies. Yes! We zijn nog niet door, want we krijgen nog een return pot. Maar we staan er wel echt goed voor. Alle prestaties gehaald, teamspeler maakt 1 assist, we hebben er 2, gaan we de overwinning winnen de wedstrijd, maken een indruk, een 7-7 aan, maar we hebben 9.1. Let's go! En wij gaan door. Met deze wedstrijd, naar de volgende cutscene. Oké, de volgende cutscene wordt... Het zijn 38.307.000 waard. We zijn bijna 85 reden. Hebben wij vaardigheidspoints? Dat is nu mijn vraag. Hebben wij vaardigheidspoints? Nee, oké, okay, we gaan... Oh. Oh, het is qua... Oh, het kan ook... Oh. Dat wist ik even niet. Je kan ook met meerdere mensen... de uitdagingen aangaan. Want dat wist ik niet. Ik bedoel, als ik hier nou niet die... Als ik hierdoor nou niet die doelstelling haal, dan is dat best wel kut. CNC gehaald is prima. Gaan wij niet om klagen. Where are you all? Ga nu wel kijken wat voor cutscene wij krijgen. Geen cutscene. Gelijk de return tegen City. Maar dit keer in Manchester City.
86 reed het Hunter in de basis. Lekker boys. Oh. Ja, hier staat behalve maximaal beoordeling met alle mentoren. Met alle vijfde mentors. Maar dat gaat nooit lukken omdat ik het zo laat heb ontdekt. Dat is helemaal kut. Maar alsnog gaan we door tegen City en ik zie jullie weer als er een kut zien. Kom. Yeah boy. Oké, we hebben deze wedstrijd weliswaar met 2-2 gelijk gespeeld. Maar we hebben met... we zijn wel door. Want de eerste wedstrijd hadden we 2-1 gewonnen. Dat betekent dat wij 4 doelpunt hebben. En met de City 3. En dat wij met 4-3 door zijn. Dat is wel top. Scoort volgende doelpunt hebben wij niet gehaald. En gaan voor de overwinning. Winnenwedstrijd hebben wij ook niet gehaald. Omdat wij gelijk hebben gespeeld. We hebben alleen de doelstelling 7.7 gehaald deze wedstrijd. Dat is op zich best wel lekker. Isco scoort en Modric scoorde een allebei geweldige goals. Klasse, niks mis mee. Ja, in totaal 3-4 totale stand. Is lekker. '86 reed het Hanta. Ga kijken of ik cutscene wij krijgen nu. Ben je wil ons wat aanbevolen? Oké. Zeker de volgende, ja, hier, Real Barça, de El Clasico. Maar we gaan naar Danny Williams, Arsenal, Cardiff City. Ja, het is gewoon wachten totdat hij laat, mensen. Trainingsdag. Yeah, boy. Een C en een C getraind. Is niet optimaal, maar het is een goede training. C en C is het derde op... Kijk, A is goed. BNB is de tweede, CNC is de derde, dus we hebben nog het derde hoogste gehaald. Het is prima. Inderdaad, de wedstrijd gaat tegen Cardiff City. Let's go. Die gaan wij spelen. We staan tweede. City is zit de eerste. Tottenham is de eerste. Ook weer 5 punten verschil. 34 wedstrijden gehad. Maar hoofdstuk 3. Ramkoers heet het hoofdstuk. Dus dat betekent dat wij er doorheen aan het rammen zijn. En nu ook deze wedstrijd gaan knallen tegen Cardiff City. Moet gewoon gewonnen worden, dat weten jullie ook, dat weet ik. Evert ten Apel en Jurie Mulder, commentatoren weer deze wedstrijd. Dit is de stand. En ik ga die wedstrijd spelen en ik zie jullie daarna weer. We hebben met 2-0 gewonnen van... Cardiff City in de, moet ik het toch goed zeggen, 9 minuten scoorde de guy uit Wales, Aaron Ramsey. Je hebt ook nog Wayne Hennessy uit Wales, de keeper van Wales. En je hebt ook nog de rechtsbuiten, Garrett fucking Bill. En in de 36 minuten scoorde de Nigeriaan Iwobi.
Dat was de samenvatting van de wedstrijd eigenlijk wel, ja. We hebben 9,1 gehaald, 6 miljoen. Onze transferwaarde is niet heel erg hoog. We zijn 3,1 gelopen op Tottenham. Dat is zeer zeker lekker. Het waren eerst. Zes punten en nou zijn het er 3. Ik moest even nadenken. Dat duurde ook even voordat ik binnenkwam bij mij. 9 minuten 35 of zo alweer aan het opnemen. En zometeen krijgen wij de clash. En die clash zien jullie in de volgende aflevering. En dat is een hele zieke clash. We're gonna work on some tackling. Timing is everything in this league, so I wanna see perfect. Dat is de clash. Terry Williams tegen Danny Williams, oftewel PSG tegen Arsenal. Dat is echt ziek. Waaronder omdat het twee fucking broers tegen elkaar zijn. Dan eerst de cutscene. That's it, son. Elevation, power and precision. Hey, not a keeper in the land is keeping that out. Thanks, boss. Nice work. Reckon you're ready to take on that off. 40 minute drive home from your secret little training ground. Couldn't believe it at first, but here you are. Are you kidding me? Do you know what? When they told me my little brother, a Premier League striker, was putting in extra sessions at our old pitch, well, I had to come see it for myself, didn't I? Great, so you've seen it, so now you can see yourself out. That wasn't a terrible header. Unmarked. But you'd never win that ball off me, mate. Broers tegen broers. Boss, I don't think that's such a good idea. Hold that skin, Danny. First to five. Broers tegen broers, zoals ik al zei, jongens. We krijgen een challenge. Ik ga die challenge doen en ik zie jullie na de challenge. Ik heb de challenge uiteraard gewonnen van mijn broer. En dan is dit alweer het laatste wat in deze aflevering gaat gebeuren. Right, that's enough for that. Wife's gonna be fuming. Danny. Jullie zien nu heel even dit scherm, omdat mijn camera net echt helemaal leeg was en uitviel. Dan is de cutscene. Yes, boss. Well. Broken clocks and all that. Yeah, we'll see, won't we, Terry? Yeah. We will. Dat was de cutscene en dat was ook deze aflevering. Dus ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. In de volgende aflevering zien jullie de wedstrijd tegen PSG. Oftewel de rivaal van Danny Williams in de familie, zijn broer. En zeg dus altijd de blauwe mogen luiken. Abonneer je, stel het belletje aan als je geabonneerd bent. En dan zie ik dan morgen gewoon terug bij een gloednieuwe aflevering om 5 uur. En dan zeg ik zoals altijd later, mensen. Kijk maar. De wedstrijd Arsenal PSG in Londen en dan zeggen ze altijd later, mensen.